Gelukkig zijn de teams met een bal. Lukt het ze om deze in de juiste gaten te schieten? En hoe denkt het andere team hierover? Vandaag zien we dit bij de Super Kids Battle. In de Super Kids Battle strijden twee teams tegen elkaar om de Super Kids beker. 9 weken lang zien we de aanvoerders van de teams terug met soms een extra kandidaat. Kracht, behendigheid, creativiteit en snelheid komen erg van pas. Wie wordt de winnaar van de Super Kids Battle? In de laatste battle van dit seizoen komen kracht, snelheid en behendigheid bij elkaar. Wie schopt het hardst een bal door het gat heen? Lukt dit de teams? Laten we gaan kijken wie er zijn. Aan mijn linkerkant team blauw met teamcaptain Pieter. En jullie mascotte, of beter gezegd wat er van over is. Ja, onze zielige haai. Zielige haai. Ja. Ik hoop dat dit nog wat voor jullie kan betekenen. Ik hoop het. En daarbij wil ik ook voorstellen onze kandidaat. Marlies, welkom. Hey, en als we het dan hebben over hardschoppen, dan denk ik aan voetbal. Mm. Wat voor tactiek hebben jullie en zijn jullie goed in voetbal? We hadden het er net al een beetje over. Wij hebben niet heel veel ervaring met voetbal. Nee. Klinkt spannend. Ja. Aan mijn rechterkant team rood met teamcaptain Femke. Welkom. En jullie mascotte, of eigenlijk ook wat er van over is. Ja, deze staat de auto, maar hij heeft nog 2 banden, dus hij zou in theorie nog kunnen rijden. Ik ben benieuwd. En daarbij ook de kandidaat. Job van de Top natuurlijk. Oh, Job van de Top, welkom. Hey, en waar zijn jullie nou goed in? Wat is jullie tactiek? Zijn jullie goed in voetbal? Wij zijn enorm goed in richten. Wij hebben focusvermogen van een ezel. Oké. Ik hoop dat het goed komt. Daar gaan we dan voor. Hoe behendig zijn de teams met een bal en op welke gaten kunnen ze mikken? De items staan al klaar in het speelveld. Het is zometeen aan jullie om een bal in de gaten van het bord te schieten. Kies bewust welk gat je kiest, want achter elk gat of bij elk gat staat voor een bepaalde viezigheid. Wanneer jij raak schiet, krijgt het andere team de smurrie die bij dat gat past over zich heen in de smurriedouche. Je wilt dus echt niet missen. Wie het vaakst raak heeft geschoten, heeft deze battle gewonnen. En even voor jullie, waar kokhalzen jullie echt van, team blauw? Dat is wel leuk. Kokhal. Echt een visgeur. Ja, vis. Ja, of zure melk. Vis, zure melk, vis. En jullie team rood? Als iemand anders kokhals. Spannend. Goed punt. Vandaag wordt er bekendgemaakt wie er met de Super Kids beker naar huis gaat. Op dit moment staat team blauw met 4 punten. Woehoe! En team rood met 4 punten. Het kan nog alle kanten op. Wint team blauw of wint team rood? We gaan het zien. We staan hier op het speelveld voor de allerlaatste battle. Het staat 4-4, dus wie gaat er winnen? Team rood of team blauw? Ik ben heel benieuwd. Zometeen gaat één van jullie van team rood in de smurriedouche zitten. Daar word je vies. Team blauw schiet 1 voor 1, 2 keer in 1 van de cirkels achter mij. Uh-huh. Daarna wisselen we om. Dus dan gaat team blauw in de smurriedouche zitten en mag team rood allebei 2 keer schieten. Dat wisselen we om totdat ik zeg dat de tijd voorbij is. Zijn jullie er klaar voor? Ja! 3, 2, 1. Oké. Ook bijna. Ja! Oh nee! Weer bijna. Mocht het niet lukken, dan gaan we bij de volgende keer 3 keer schieten. Oké. Ik ben niet zo goed in. Gelukkig. Bijna. Ik pak die. Yes! Bijna. Dankjewel. Nog een keer.
Oeh. Oei. Nee. Oh, gelukkig. Oh, bijna. Oh, gelukkig. Ah, nee. Oké, okay, de laatste is. Keer. Ja! Yes! Oké! Okay. De laatste wissel! Zet hem op je op bij Femke! Nee? Ik dacht echt dat hij erdoor was. Oh, en de knieboog ging er. De battle is gestreden! Dat was wel een battle, hè, Job? We zijn er niet. Ja, heel hard nog wel, maar... Nou, het was het dan wel. Hé, dat ging lekker, hè? Ja, zeker. Zo. Dat ging echt heel goed. En wij zeiden nog aan het begin geen ervaring met voetballen, nee, maar... helemaal niks. Best wel gelukt. Misschien toch door dat tv kijken, ja. Die voetbalwedstrijd. Ik denk dat het daarvoor, ja. Daardoor echt wel een soort van tactiek... Ja, oh ja, heb jij ook wel gekeken? Want ik kijk niet eens voetbal. Oh, dus... ja. Nou, ik heb dus geprobeerd die bal daarin te krijgen. Ja, ik was er bijna. Ja, 3 keer. Net niet gelukt natuurlijk. Net niet gelukt. Maar nee. Ja, ik had ook wel iets beter van mijn mede-collega verwacht natuurlijk. Hey. Maar ja, ik heb gewoon die bal niet hoger. Iedereen doet het best. Oh, maar het was heel spannend om dan in die smurriedoes te zitten. Zo, Want dan denk je, ja, je zag dat zij iets over ze heen kregen. Ja, ja, je weet niet wat. Bij hun ging het eerste smurrie overheen. Ja. Ondanks dat we verloren hebben, ben ik wel heel blij dat we meegedaan hebben. Het was wel erg leuk. En het is toch ook wel spannend om onder die smurriedoes te zitten. Want schieten ze raak of schieten ze niet raak. Maar het stinkt wel echt ontzettend. Ja, die smurriedoes. Ja, die eerste heel. En we zijn weer bij de check aanbeland. En niet zomaar één, maar de check. Want ik heb hier de beker van Superkids. Wie gaat daarmee naar huis? Team rood of team blauw? Zoals jullie weten stond het 4-4. En in de battle waarbij beide teams keihard gestreden hebben, is er echt een winnaar uitgekomen. En waar heb ik op gelet? Ik heb gelet op de snelheid, op de behendigheid, op... het aantal keer scoren natuurlijk van die bal in die gaten. En ik moet, ja, het resultaat is gewoon zichtbaar helaas voor team rood. Want team rood is flink geraakt. Team blauw zit er gewoon nog schoon bij. Applausje voor team blauw hoor. En als ik dan een winnaar aan moet wijzen met 4-4, dan zeg ik toch team blauw heeft gewonnen. De beker is voor jullie. Yes! Oh, wat. Hey, en dan wil ik toch wel heel graag jullie jou horen. Ja. Ja, oké. Wauw, wauw, wauw. Het beste team is blauw. Knap hoor. Deze is dus helemaal voor jullie. Hartstikke verdiend. En team rood, wat hebben jullie goed gestreden. Jullie waren een waardige tegenstander. Maar helaas gaat team blauw er met de prijs vandoor voor jullie. Nou, het voelt wel echt als een enorme overwinning om deze beker in ontvangst te mogen nemen. En sowieso bedankt aan al mijn teamleden die elke week hebben meegestreden. Ik was heel blij dat je me vandaag kwam versterken, Marlies. Ja, yes, super bedankt. Ja, het was ontzettend leuk om mee te doen. En ik hoop eigenlijk dat we dit vaker gaan doen. Nog een keer allemaal challenges en tegen elkaar strijden. Want dan kan hier mijn naam en hier mijn naam en hier mijn naam. Nou, oh nee, team blauw. Laten we dat erop zetten. Ja, oké. Okay. Het was alweer de laatste aflevering van de Super Kids Battle tijdens dit zomerseizoen. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Doeg!